Het is donderdag 1 december. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Gemeente Rotterdam zoekt uit of de rubberen korrels op kunstgrasvelden vervangen kunnen worden. Het Rotterdamse woonreferendum mislukt. Feyenoord City gepresenteerd, maar supportersvereniging is niet overtuigd. En hier alvast kort het weer. Morgen is een overwegend bewolkte dag met 's ochtends kans op wat lichte regen. De zwakke tot matige wind komt uit het noorden tot noordwesten. Het wordt morgen maximaal 10 graden. Een mislukking, zo kunnen we het woonreferendum in Rotterdam wel noemen. Slechts 17% van de Rotterdammers nam de moeite om te gaan stemmen over de woonvisie van wethouder Schneider. Een opkomst van 30% was nodig om een geldig referendum te krijgen. En dat betekent dat wethouder Schneider in volle vaart vooruit kan met zijn visie. Op de redactie staat verslaggever Jan-Roelof Visser. Jan-Roelof, een kleine 80.000 mensen nam de moeite om te gaan stemmen. En dat is veel te weinig. Dat het geen succes zou worden, werd gisteren al vrij snel duidelijk volgens mij. Ja, dat zag je eigenlijk al aan het begin van de dag, dat er weinig interesse was. De hele dag bleef die opkomst achter. En kijk je dan naar gistermiddag 6 uur, toen was er een opkomst van 12%. Nou, dan zijn de stembussen nog 3 uur open. En dan zou er nog een sprong gemaakt moeten worden van 18%. Nou ja, dat is dus niet gehaald. En dus, je zei het al, betekent dit automatisch dat de wethouder gewoon verder kan met zijn woonvisie. Om 9 uur 's avonds gingen de stembureaus dicht en werden de uitgebrachte stemmen geteld. De opkomst bleef steken op 17%. Daarvan bracht 80% een tegenstem uit. Initiatiefnemers van het woonreferendum geven een positieve draai aan deze uitslag. Uiteindelijk zijn er toch zo'n 85.000 mensen. Die hebben de moeite genomen om naar de stembus te gaan. En ik zie nu net dat er meer dan 70% tegen hebben gestemd. En dan denk ik toch, kijk, dat is toch een heel aardig resultaat. Inhoudelijke discussie over de woonvisie hebben we gehad. En nou ja, daar waren we heel duidelijk in. Wij vinden deze visie gewoon hartstikke slecht. Omdat het een bepaalde groep mensen met minder geld deze stad uitjaagt. En nou ja, die boodschap zullen we de komende tijd dus nog verder gaan verkondigen. En nou ja, deze woonvisie is voor 15 jaar, maar ik denk dat we voor die 15 jaar dat die zeker van tafel is. Wethouder Schneider kan nu zijn woonvisie 2030 verder uitrollen, inclusief de gewraakte passage omtrent renovatie en sloop van 20.000 sociale huurwoningen. Nu zal 15 december in de Raad de discussie over de woonvisie misschien nog wel plaatsvinden. En ook de uiteindelijke stemming over de woonvisie. Daarbij zult u achterna gezeten worden door bijvoorbeeld de SP die zegt dit referendum zegt toch ook wel wat. Uw reactie? En zoals ik al eerder heb gezegd, het referendum is geldig bij 30%. En op grond van deze uitslag kunnen we nu echt verder met deze woonvisie. En dat is echt goed voor Rotterdam. U gaat onveranderd door? Ja, maar ik wacht de raadsbehandeling uiteraard af. Maar ik heb het volste vertrouwen in dat heel goed gaat. Wat u betreft gaat u onveranderd door? Absoluut. Jan-Roelof, hoe kan het nou dat het referendum zo weinig kiezers kon boeien? Ja, daar is niet één conclusie voor aan te wijzen. Er zijn verschillende argumenten. Bijvoorbeeld van, ja, voor wie is dit referendum aantrekkelijk? Mensen die niet tot die categorie horen, die in sociale huurwoningen wonen, ja, die gaan misschien helemaal niet stemmen. Denk aan mensen in koophuizen of in dure huurhuizen. En misschien mensen die in die buurt wonen, die juist voor die verandering zijn, die gaan ook niet stemmen. Maar misschien toch wat belangrijkste argument is de urgentie. Want het gaat over 10, 15 jaar, dit plan. En dat betekent niet dat mensen morgen ineens hun huis kwijt zijn. Kijk, als er nou bulldozers aan zouden komen en mensen zouden hun huis uit worden gezet, dan zou er urgentie zijn. En natuurlijk komen die niet. Hè? Ik bedoel, het is natuurlijk volstrekt logisch dat die niet komen. Maar dat haalt dus ook precies de urgentie weg. Want van al die mensen die misschien nu ergens wonen, van een huis wat dan over een paar jaar misschien ooit een keer afgebroken zou worden, daar wordt allemaal heel netjes mee omgegaan. Een hele hoop mensen denken, nou misschien woon ik daar over 5 jaar wel niet meer. Dan heb je mensen die in een huis wonen waarvan ze denken, nou dat wordt sowieso niet afgebroken. Dus ja, er zijn voor heel veel mensen halen toch hun schouders hierover op. Het zijn allemaal conclusies, maar de conclusie die is er niet, want simpelweg er is geen onderzoek naar gedaan. Jan-Roelof Visser, dankjewel. De gemeente Rotterdam inventariseert wat er moet gebeuren als nou uit onderzoek blijkt dat rubberkorrels op kunstgrasvelden ongezond zijn. Oppositiepartij PvdA pleit nu al voor het vervangen van het omstreden rubbergranulaat, maar de gemeente wil eerst het onderzoek van het RIVM afwachten. Zijn de kleine korrels rubber nu wel of niet gevaarlijk voor de gezondheid?
Er is zoveel onrust dat meerdere clubs in Rotterdam hebben besloten hun jeugd van het kunstgras te halen. Wat ik in de praktijk zie als voetbalmoeder langs de lijn is heel veel onrust bij ouders. En vooral ook die hele grote last bij clubs om een verantwoordelijkheid te dragen van is het nou wel of niet gezond. Wethouder Visser werd vandaag naar de gemeenteraad geroepen vanwege de onrust. Uit onderzoek van het RIVM moet nog blijken of de rubberkorrels daadwerkelijk gevaarlijk zijn voor de gezondheid. De wethouder wil dat afwachten, maar stippelt al wel een aantal scenario's uit. Er zijn een aantal alternatieven, bijvoorbeeld kurk. Dan moet je hele rubbergranulaat moet van al die velden af, dat moet worden vervangen door dat kurk. Dan komen er een paar vragen. Is er voldoende kurk beschikbaar? De leveranciers, wat kost dat? Blijft de kwaliteit van die velden gegarandeerd? Want je moet wel goed kunnen voetballen, de bal moet kunnen stuiten, je moet je slijdings kunnen maken. Dat brengen wij in kaart. Maar er zijn dus verschillende alternatieven. De vraag is of ze op tijd beschikbaar zijn. En of we ook in één keer moeten vervangen of dat dat gedurende een bepaalde periode kan. Voor de kerst moet het helder zijn. En zolang geldt het advies lange mouwen dragen en douchen na de wedstrijd. Maar volgens het oppositieraadslid van de PvdA is de enige optie het vervangen van het rubber. Ja, de vervangingsopgave is dan inderdaad, dan ga je van rubber naar kurk, 6 miljoen. En daar moet dan echt keihard geld gereserveerd worden. En eigenlijk zou ik ervoor pleiten als PvdA gemeenteraadslid om dat nu alvast te doen. Omdat je ziet dat heel veel ouders eigenlijk al gewoon aangeven. We willen helemaal niks afwachten. We willen gewoon van die rubberkogels af. En straks, want hij pop Dordrecht krijgt een extra avond met een groot artiest. Nou, de hoofdact voor dit jaar. Tada! Een boerenprotest vanmiddag in de Tweede Kamer. Melkveehouders willen duidelijkheid van de staatssecretaris over Europese mestregels. Want zoals het er nu uitziet, moeten veel boeren 1/3 van hun koeien wegdoen. En dat betekent voor die boeren het einde van hun bedrijf. Een van hen is Jan-Arie Korevaar uit Goudriaan. Zijn zondagse laarzen heeft hij al aan voor het protest vanmiddag in Den Haag. Na de afschaffing van de melkquota hebben veel boeren hun veestapel flink uitgebreid. Dat zorgt natuurlijk voor meer mest. Daarom kwam de melkveehouderij met een voorstel waarmee de sector onder de norm kan blijven. Alleen nu is het Van Dam, staatssecretaris Van Dam, niet gelukt om dat voorstel van fosfaatrechten voor elkaar te krijgen in Brussel. Dus daar zitten wij nu mee en dat betekent voor mijn bedrijf ook dat ik potentieel 1/3 van mijn koeien kwijt moet. Jan-Arie heeft samen met zijn vader een melkveebedrijf met 125 koeien in Goudriaan. Al sinds de 17e eeuw gaat het boerenbedrijf in zijn familie van vader op zoon. En hij hoopt dat zijn zoon Melle later het stokje weer van hem overneemt. Als de staatssecretaris niet met een goede mestwet komt en Europa dus gaat ingrijpen, komt dit bedrijf in gevaar. Net als vele andere melkveebedrijven die hebben uitgebreid. En dat is het wrange. Er was geen kader na het wegvallen van het quotum. Er was geen vangnet. Dus je kunt ook niet iemand verwijten dat hij iets fouts heeft gedaan. Er is niemand geweest die illegale activiteiten heeft ontplooid. Maar de boeren hadden toch wel kunnen weten dat als ze met z'n allen veel meer koeien zouden gaan aanschaffen, dat er een mestoverschot zou komen? Ja, en het ambitieniveau van de boeren is groter geweest dan dat ik me ook had kunnen voorstellen. En de sector is wel de sector geweest die vorig jaar heeft gezegd, ja jongens, laten we de productie beperken. Kom nu met maatregelen. Begin vorig jaar hebben we daarop aangedrongen. En nu nog steeds niet weten we of dat we in 2017 die status kunnen blijven behouden. Ja, natuurlijk zagen we het aankomen, maar met zo'n overheid is het heel moeilijk schaken. 8 verdachten van de rellen rond een bewonersavond over de komst van asielzoekers in Rotterdam-Beverwaard zijn veroordeeld tot 240 uur werkstraf. De relschoppers gooiden stenen en andere voorwerpen naar de politie en een tram. De voorlichtingsavond over het asielzoekerscentrum werd vorig jaar oktober gehouden. Burgemeester Abu Taleb vertelde bezorgde bewoners van de Beverwaard over de komst van 600 vluchtelingen. De grimmige sfeer draaide uit op rellen waar tientallen mensen aan meededen. Er werd gegooid met vuurwerk en stenen. Een paardentrailer en een tram raakten beschadigd. Justitie eiste tegen 2 verdachten ook nog een voorwaardelijke celstraf, maar de rechter ging daar niet in mee. Het Dordtse muziekfestival Wantij Pop wordt uitgebreid met een extra avond. Voor Live at Wantij heeft de organisatie alvast zanger Marco Borsato weten te strikken. Voor die extra avond moeten bezoekers wel een kaartje kopen.
gratis popfestival Wantijpop in Dordrecht wist vorig jaar onder meer Nielson, Blauwtsoen en Jet Rebel te boeken. Toch vond de organisatie het nu tijd voor meer. We speelden langer met het idee, vooral omdat we gewoon natuurlijk, we komen zelf uit Dordrecht en willen gewoon heel graag artiesten met wie we wel buiten Dordrecht werken. Gewoon heel graag ook eens een keer in Dordrecht programmeren. Artiesten die hier nog nooit hebben gestaan. En artiesten die wel kaarten verkopen waar mensen gewoon graag naartoe gaan met hun vrienden. In dit geval het fantastische Wantijpark. Er komen tijdens Live at Wantij 3 grote acts optreden. De eerste naam werd vandaag al bekendgemaakt. Ja, wat is nou gewoon de grootste artiest van Nederland die hier nog nooit in Dordrecht heeft opgetreden? Waarvan wij denken waar ja, gewoon heel veel mensen graag naartoe willen. Marco Borsato. Voor Live at Wantij zijn in totaal 8.500 kaarten beschikbaar. De kaartverkoop begint op 10 december. En dan de sport. Op de redactie staat Ruud van Os. Ruud, het is de dag na de presentatie van Feyenoord City. En nog altijd is het in het Rotterdamse sportwereldje het gesprek van de dag. Ja, dat is ook logisch. Hè? Het is een groots plan. De plaatjes zien er prachtig uit. Maar het is ook een heel duur plan. En dan blijft die vraag overeind van wat gaat het sportclub Feyenoord of de voetbalclub Feyenoord nou eigenlijk opleveren onderaan de streep? Nou, die vraag wordt niet echt concreet beantwoord. Er wordt iets gezegd van we willen met het spelersbudget naar de top van Nederland. Ja, vinden wij een beetje vaag. Zoals gezegd, wij willen graag een concreet antwoord. En dat geldt ook voor het bestuur van de supportersvereniging. Waar ons het om gaat als supporters is natuurlijk wat er gebeurt met onze club. En dat is nog niet helemaal goed te overzien. Wat zijn nou de risico's die genomen worden? Want er worden behoorlijke investeringen gedaan. En uiteindelijk gaat het ons maar om één ding en dat is het beste voor Feyenoord. Ja, het is natuurlijk wonderlijk dat je een groot deel van Rotterdam-Zuid moet verbouwen om de spelersbegroting van de club omhoog te krijgen. Maar goed, als dit de koers is of het pad is wat daarvoor gevolgd moet worden, dan is dat zo. Maar ja, het is jammer dat er niet gedacht is toch nog aan de renovatie van de Kuip. Want dat is nog steeds wat jullie het liefst willen als supporters zijnde? Nou ja, het is nu niet meegenomen. En ik had het toch graag gezien dat het ook nog wel bekeken zou worden. Want één ding weten we van de Kuip, dat is dat sfeer en beleving daar wel heel erg groot is. En de bedoeling is nu dat Feyenoord een multisportvereniging gaat worden. Hoe bijzonder is dat eigenlijk? Ja, in Europa niet zo heel bijzonder hoor. Barcelona doet het bijvoorbeeld ook. Of Benfica in Portugal, Fenerbahçe in Turkije. Hè. Daar wordt bijvoorbeeld naast voetbal ook gevolleybald, gebasketbald. Er kan de zaal voetballen. Dus heel uniek is het niet. Maar in Nederland is het zeker wel bijzonder. Want dat moet bij Feyenoord dus ook gaan gebeuren. Ja, en een aantal clubs in Rotterdam-Zuid ziet het wel zitten. Bijvoorbeeld het bestuur van Rotterdam Basketbal. Nou ja, wij zijn natuurlijk gelieerd aan Feyenoord, commercieel een interessantere partij. Dus dat zou een groot voordeel kunnen zijn. We kunnen alle activiteiten die we nu doen, zouden we op deze manier verder kunnen uitbreiden. En daar zit voor ons het voordeel. Zou het misschien de boost kunnen zijn die nodig is om Rotterdam Basketbal naar een hoger plan te tillen? Nou ja, dat hopen we natuurlijk wel. Als je Feyenoord zou heten, ja, dan ben je ook aan je stand verplicht om bovenaan in de Eredivisie mee te doen. Nou, als je meer wilt zien van Paul de Vos of van de voorzitter van de supportersvereniging van Feyenoord, van Wim van Merkestein, ga dan naar onze website. Daar staan de gesprekken in zijn geheel op gepubliceerd. En straks tussen 7 en 8 op Radio Rijnmond is er het sportprogramma De Verlenging. En daarin wordt ook uitgebreid gesproken over Feyenoord City. Dankjewel, Ruud van Os. En zometeen na Rijnmond Nieuws, de laatste 7 minuten aflevering over de asielzoekers in Krimpen aan de IJssel. 1 jaar na hun aankomst in deze gemeente. En wat betekent Krimpen dan voor jou over 10 jaar, denk je? Mijn stad, mijn land, mijn huis. Ja. Krimpen is een mooie stad. De inwoners zijn aardig. Ik vind ze allemaal aardig, allemaal goed. Ze hebben allemaal hebben ons geholpen. Dat straks in 7 minuten. Meer nieuws vindt u op Rijnmond.nl. Nog een fijne dag verder. Thank you.